Zo, veiligheid voorop hier bij deze glasafvalverwerkfabriek in Heiningen. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het er hier aan toe gaat, want het schijnt dat er een heel proces aan vooraf gaat, wat ik vandaag mag zien. Zo, we staan compleet hier in veiligheidstenue, hè? Dat is ook wel nodig, want waar ben ik beland vandaag? Nou, je bent vandaag beland bij Malta Glasrecycling. We zijn een Europees glasrecyclingsbedrijf, dus we hebben een zevental bedrijven verspreid over 4 verschillende landen. We zijn een onderdeel van Renewi en in totaal doen wij bij Malta Glasrecycling 1,3 miljoen ton aan recycling. Wat is jullie recycle rate? Onze recycle rate is een getal waar we best trots op zijn, dat is 98%. En dat betekent dus van al het materiaal wat binnenkomt, van die 1,3 miljoen ton, is 98% vindt een weg terug naar de recycling. En dat is onze bedoeling natuurlijk om tot 100% te geraken. Wat maakt glas nou zo goed recyclebaar? Glas is een van de weinige producten die oneindig recycleerbaar is zonder kwaliteitsverlies. Dus je kunt glas om en om blijven recycleren zonder dat je daar een nadelig effect van hebt. Zo, dan ben ik volgens mij aangekomen bij het witte holglas. Klopt, we noemen het ook wel flint. Ja, wat is holglas precies? Alles wat je kunt verpakken, zoals flessen, glazen, potjes, dat is zeg maar holglas. We krijgen dat aangeleverd via de gemeentelijke inzameling, glasbakken, via horeca. En op wat voor manier dragen jullie bij aan het verminderen van CO2-uitstoot? We proberen veel met het water te doen qua vervoer. Zoals je hier ook ziet, zitten we aan een kade. Daar kunnen we zowel internationale coasters zeg maar, ontvangen als binnenvaartschepen, zodat we die rechtstreeks zeg maar, richting onze klanten kunnen sturen. Dat scheelt ongeveer 50% van de CO2-uitstoot. Verder proberen we zeg maar, zoveel mogelijk in te zetten op korte doorlooptijden en momenten van verplaatsingen op het terrein, waarmee we ook besparen. Als je in het totaal kijkt, dan is ongeveer 1 ton van gerecycled glas, levert een besparing op van ongeveer 670 kilo aan CO2. Dus dat zijn wel significante hoeveelheden. En daar scoren wij ook binnen onze groep hele mooie cijfers mee. Ja. Kunnen we nog even een rondje doen? Ja, natuurlijk. Ja? Kom maar.